Goedemorgen. Ik hoor mijn geluid, dus ik kan uit. Ik zie mezelf in beeld. Nou, het is aan deze kant nog even donker. Daar laat ik het heel even donker. Die doe ik zometeen aan, maar dan zal ik uitleggen waarom. Of eigenlijk zometeen laten zien waarom. Het is heel simpel. Anders dan zit ik mijn eigen in de weg. Dan heb ik te veel licht van één kant en dan kan ik het zo niet zien. Nadeel van ouder te worden, je wordt een beetje kippig. We zouden vandaag, daar komt de eerste binnen. Zal ik nog even zeggen, is de ophokplicht ingegaan bij ons. En de kinderen hebben toen ook nog studiedag, dus ten alle tijden hadden ze thuis geweest. Maar, dus het kan regelmatig zijn dat ze binnenkomen wandelen. Wat gaan we doen vandaag? We zouden de pagina die we van de week hadden gemaakt, die moesten we nog opvullen. Dat was deze met het slot, hier moet nog iets in. Hij loopt weer achter. Je moet even stil zijn, dat weet ik. 15 seconden, doet hij ten alle tijde. Minimaal. Nee, dat weet ik ook. Komt zo meteen wel, anders maar niet. Hoeft niet. Dit wordt het slot. Daar gaat wat in. Dan gaat hij open. Hier moet wat in. En hier moet wat achter. Dan zou ik op zoek gaan naar een bronze embellishment. En dat waren van die Chinese coins. Maar... ik kan ze niet vinden, maar ik heb wel wat anders gevonden, dus dat wil ik wel terug laten komen hierin. Wat we als eerste gaan doen, is een boekje maken. Nou had ik dit papier gevonden, ik denk, dit past er heel goed bij. Nou wil ik dan 4 pagina's hebben. Maar het nadeel van dit papier, dat is hartstikke leuk papier, dat komt bij AliExpress vandaan. En die Naida die zal dit wel herkennen, want ik weet niet of ik deze al gebruikt heb voor haar. Want als ik met de hand een brief schrijf naar haar, dan doe ik dat op leuk papier natuurlijk, als het even kan. Meestal heb ik heel veel te vertellen, dus ik heb tegenwoordig ook een boekje met lijntjes ervoor. Even kijken, wat gaan we doen? Dit is dus leuk, dit komt alleen wel zo. Nou ja, dat is gewoon niet anders, dus dat hele boekje pak ik nu. Omhoog, jawel, dan kunnen we misschien de boom gebruiken. Dus als je hem open doet tot je 1 afbeelding hebt, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar hij wordt dus wel dubbel gevouwen. En zo komt hij in de pagina te zitten. De achterkant is wit. En dat is nou net het probleem waarom ik het licht heb uitgedaan. Want ik ga de achterkant kleuren. Nou hoeft het niet egaal. Ik pak daar weer voor het borsteltje en Distress Ink van Catherick Woods. En dan ga ik hem heel zacht een tint geven. Begin van buitenaf, anders krijg je meteen hele donkere vlekken. Ik maak hem sowieso niet helemaal egaal. Dat wordt hem bij mij gewoon niet. Dan wordt het te strak en daar hou ik ook weer niet van. Dus ik ga ook rustig over iets heen waar ik al gekleurd heb. Zal ik laten zien als ik het licht aan doe. Kijk, dan zie ik dus niks meer. Dan verblindt het licht eigenlijk het witte. Dus vandaar dat ik deze uit heb. Ik had al borstelen. Ja, is goed. Goedemorgen Ingrid. Kijk, dan heb je licht een kleurtje. En dat doen we dus met alle 4 de pagina's. Tada, snap, top. Als ik dat alle 4 moet gaan doen, dat is voor jullie heel saai om te kijken. 4 van dezelfde en je hebt een kleurtje gekregen aan de achterkant. Maar dan? Waarom kan je er niet op? Hij is nat. Oh, ja. Het heeft geregend vannacht. Even mijn borsteltje maak je schoon. Gewoon op een doekje. Ik ga
zo. Geeft hij niet meer af. Dan hebben we die. Dan moeten we even kijken. Nou, heb ik dat daar opgelegd. Oh, ik heb het nu weer klaargelegd. Nou, dat is stom. Echt, ik heb me een dag vandaag... niet helemaal tof geslapen. En dan krijg je dat. Kijk, een hero. Dit vond ik zo gaaf. Ik denk, dat staat gewoon heel goed bij elkaar. Dus, wat we kunnen doen... Ik denk, nou, dan pakken we deze erbij. Maar ja, dan krijgen we dit als binnenkant. Dat is niet zo'n heel goed plan, hè? Ik heb niet veel keus om die te pakken. Of ik moet hier dan nog iets hebben wat past. Als het goed is, komt van de week komen er twee nieuwe blokken binnen. En dan kennen we weer los. Deze, dit is een voorkant. Deze kan wel, maar dat is dat rood. Dat rood, goedemorgen Frederik. Dat rood wil ik gebruiken voor het stanswerk. Alhoewel, er komen nieuwe blokken binnen. Maar... dus dan houdt het met deze. Oh, nee, dit kan ook niet. Nee, dat was niet. Dat is jammer. Dus dan hebben we weinig keus. En dan moeten we... deze pakken als voorkant. Want daar hebben we tenminste twee kanten van. Ik ga nu wel voor alle lichten aanzetten. Die gaat aan. En die gaat aan. En dan is dat voor jullie ook nog een stuk beter te bekijken. Dan moeten we een koffertje maken. Wat iets groter is. Dan is het nog. Ik leg het ook even mee in aan de kant. We leggen hem erop. En we laten hem een klein stukje uitsteken. Papieren netjes op elkaar. Zo. En dan pakken we een potloodje. Hier moet hij eraf. En daar moet hij gesneden worden. Alleen nog eens even kijken of ik een lamp op mijn snijmachine kan krijgen. Ik heb een trailballet boven hangen, maar de balk die ik zelf hier al in deze ruimte heb, die is toch hoger of verder dan die ik heb hangen. Nou ja, eigenlijk je hoort daar ook de eethoek te staan. Ja, die staat nu in het buitenhuisje. Zo. Dan hebben we die. Dan gaan we de rand ook nog even van doen. Dus dan pakken we weer de Cadbury Twix. Dat is de Crown Espresso. Dit is de Cadbury Twix. Ik zit ondertussen even te bedenken. Er is gevraagd of ik productvideo's zou willen maken. Ik stond ondertussen even te denken. Wat kan je allemaal met het ink doen? Wat kan je allemaal met pastas doen? Het is eigenlijk best wel heel lastig. Nou nee, het is helemaal niet lastig als je het doet. Maar om het gewoon eventjes zo te doen. Want je wil natuurlijk wel de goede info geven. En het liefst nog info wat niemand weet. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Of bijna niemand. Er zal altijd wel iemand zijn die het weet. Tjonge jonge. Ik krijg maar een gespierde arm. Zo, dit gaat iets sneller. Als je inktdoos nou erg vol zit. Een nieuwe inktdoos hebt. Doe het zeker op deze manier.
soms krijg je als je het via rechtstreeks via de inkdoos doet en je hebt er geen ervaring mee, dan krijg je een klodders. Dat wil je gewoon echt niet. Ik zal nog even, oh, hier heb ik wel een vochtig doekje pakken. Ik heb nu weer heel veel inkt gebruikt. Kun je ook zien, de borsteltjes heel donker. Het zit ook lekker aan mijn handen weer. Het ergste haalt hij er nu wel af met het doekje. Zo, en dan pakken we de droogdoek. Daar poetsen we hem even helemaal goed mee droog. Ik heb ook al gehoord dat ze ze in de wasmachine doen. Nou, daar begin ik niet aan. Ik doe het gewoon zo. Hopla, en hij is hartstikke schoon. Oké, wat gaan we doen? Dan moet hij gebonden worden. Ik ga hem eerst dubbelvouwen. En dat doe ik bij alle papieren. Netjes op elkaar. En dan pakken we. Even. Dit is trouwens geen vouwbeen, maar een rilbeen. Maar op de een of andere manier heb ik altijd deze te pakken. Zat ik te bedenken om heel leuk eyelets erin te doen. Staat natuurlijk wel super leuk bij de binding. Maar het zou toch ook wel fijn zijn als dan je boekje nog dicht komt. Het is natuurlijk leuk als je hier eyelets in gaat slaan. Maar... Oké, dit wordt allemaal in elkaar gestoken. 2, 3. Volgens mij mis ik wat. Ik had er toch 4. Ah, kijk, hier zitten er al 2 in. Die. Die. En die gaat in de kaft. Wat wordt de kaft? Ik ga voor deze kant. Wordt de kaft. En dan wil ik hier iets leuks opmaken. Ik vind dat nog wel saai. Even kijken hoor. Ik heb geen Japans chipboard. Dus dat kan wel gezet worden. Nou, zullen we eens eventjes een stempmap pakken. Wat zit er in jou? Wat gaan we gebruiken? Wat is leuk? Andere som. Even kijken. Hier zit niet heel veel Japans in. Dit waren stempels. Oh ja. Dit waren stempels die ik ook ooit een heleboel van verkocht had. Nooit moeten doen. Een mooie keisje. Of die dwekkerfluis. Erg leuk in combinatie met die. Hey. Die heb ik van de week getekend. Ah, zo leuk is die. Oké. Bamboe. Of deze. Deze is wel heel mooi. Of. Ik wil een beetje een grotere. Nou, dat is echt een Windows. Even kijken hoor, dit is een kleinere. Ja. Kijk, dit is dus wat ik het vorige keer over had. Op een deur laat dat los, dat klittenband. Daarom wil ik eigenlijk alles over gaan zetten op kleding. Het is me zo'n shitwerk. Doen we liever niet gewoon. Nou, wat zullen we doen? Zal ik deze in combinatie met die andere... Die 2 naast elkaar? Nee, 1. Of zal ik toch gaan voor een leuke grotere afbeelding? Oh, dilemma. Keuzenstress noemen ze dat, hè?
Als je nou gewoon één stempel hebt. Oh, wacht eens. Ik had. Heb ik dat niet hierbij gelegd? Even kijken. Ja, dat zijn dus al mijn. Dan zie je, alles schrijf ik op, alles teken ik. Dat is echt wel heel erg een dingetje van mij. Maar ik zit het. Oh, deze is ook gaaf. Is dat geen idee? Zal ik deze erop doen? Die is wel heel leuk. Ik had van Hanamikaren, dat is van Keizercraft, dat had ik ook van die leukste. Ik ga die erop doen. Ik ga niet stempelen. Nou, dat heb ik dus. Ik verander gewoon de plekken. Even kijken hoor. Dit is de goede kant. Dat komt, ja, hij komt er zo in, dus dat mag. Oké, pakken we weer die. Zal ik die even vast gaan zetten voor de zekerheid. Even kijken, waar heb ik mijn bord? Dit is een station, een make art station van het merk is van Ranger, van Wendy Fetsy. Ja, ik heb ook zo'n tik. Ik doe alles bewaar ik in dozen. Waarom? Dat is gewoon voor mij het meest makkelijke en veilige wegbrengen. Wegwergen. Weg. Jeetje, criminelen. Opbergen. Zo. Ideaal. Dit is een magnetische plank. Ik leg daarom mijn stencil goed neer. Hoe ik mijn vogel erop wil hebben. En dan leg ik mijn stencil en het papier tegelijkertijd vast. Nou, super toch? En dan kan je het lekker met pasta's. Ik ga het niet met pasta doen. Ik ga het nu alleen met inkt doen. En ik sta in dubio welke ik zal pakken. Ik vind Cadbury Twix is wel mooi, maar ja, ik ga het toch wel doen. Ik begin van rechts naar links en dat is puur omdat ik linkshandig ben. Dus ben jij rechtshandig, begin je van links naar rechts. En dat doe je zodat je zeker weet dat je niet over je eigen werk heen gaat. Over de plaat is geen probleem, dat kan. Ik maak hem vrij donker. Ja, dan had ik ook de Crown Espresso kunnen nemen, maar dat is toch een andere tint bruin. Zo. Ik laat even het inkt zijn werk doen. Dus ik laat hem heel even staan. Ondertussen kan ik mooi mijn borsteltje even schoonmaken. Nou heb het niet echt heel erg super lang nodig hoor. Ten eerste is het inkt heel snel droog. Dat is echt super. Maar het inwerken, kijk, dit is toch uber cute. Hier word ik happy van. Oké. Met een vochtig doekje haal je gewoon dat inkt eraf. Voordeel van waterinkt. Het voordeel van deze plaat. Hij heeft ook een roller. Ook deze is magnetisch. Dus je kan hem ten alle tijde. Die zeggen, nou, ik wil hem hier leggen. Kan dat gewoon. Zonder dat hij verschuift. Want je kan er behoorlijk hard tegenaan. Ik gebruik hem niet vaak. Juist eigenlijk omdat ik het vergeet. En nu zoiets had van, hé. Nu dacht ik erom. Hé, daar komt poepel. Maar, dit is echt wel een welkom, item. In een hobby studiootje. Of gewoon in de huiskamer hoor, dat kan ook. Zeg het eens, Koetsie. Koetsie verveelt er eigenlijk weer. Ga dan, wat is je mes? Zo. Die leggen we even daar neer. De schabloon, de stencil.
maak je gewoon schoon met een doekje. Even voorzichtig voor de losse delen. Dat je ze niet stuk trekt, want dat is zonde van je stencil. Zo gaaf deze. Een klein nachtegaaltje. Maar ja, dat maken we er nu gewoon even van. Hij past trouwens ook wel goed bij de beurtsong, hè, die ik van de week heb binnengekregen. Oh, zo happy mee. Oké, nou, dan hebben we dus de pagina's. En we hebben... Ja, ik zit toch even te denken, hoor. Wil ik hier nog wat mee? Want ik vind dit zo... Zo kaal. Ik denk wel dat ik hier nog wat mee wil. Zal ik er eerst ook een mis in elkaar zetten? Nee, ik ga mist. Ik vond het wel een gaaf gezicht eigenlijk. Het is een snelle techniek. Met de schabloon hadden we net even. Als we nou gewoon die takten erheen laten lopen. Kijk. Zullen we aan weerskanten? Nee. En aan die kant de takten erheen. Zijn allebei de kanten gedaan. Ik ga dat doen. Zie je wel. Vandaar dus dat de uitzendingen altijd langer worden. Want ik ga toch weer mijn plank pakken. Want ik bedenk altijd van alles tussendoor. Moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Ik teken niets uit. Nou, en dat moet het dan worden. En zo wordt het dus eigenlijk gewoon nooit. Heel vervelend. Eigenlijk kan ik daar ook best wel heel onrustig van worden. Gek, hè? Nou, hoe ze erop komen maakt ook niet zo superveel uit. Tuurlijk, lekker gooien met je stencils. Daar worden we ook echt heel vrolijk van. Ik laat hem hier vanaf lopen. Ik zet hier de takje gelijk. Nou. Daar. Nou, gaan we toch nog een keertje. Hoeft nou niet zo donker als op de kaf natuurlijk. Dan zie je ook wat voor veel inkt er eigenlijk in zo'n borsteltje zit. 1, 2, 3. En dan draai ik hem om. Kijk, dan krijg je een beetje kleurverloop. Is ook leuk. Kijk uit met je inkthanden hierop. Zo. Goedemorgen, Desiree. Dat is één. Kijk, dat is toch beter als je dan het boekje open gaat doen. Toch? Ja, beter. Dan tot je een zaaien even kant hebt. Die zat in de weg. Hopla. Er zijn trouwens ook magneetjes. Zit een foompje op. Zodat je ook niet je platen krast. Dat is ook wel heel fijn. Volgens mij is dit ook wel heel saai om naar te kijken. Nou zie je die donkere stukken op de schabloon omhoog komen.
Dat zijn oude pasta resten. Ik heb hem dus niet snel genoeg heb ik hem schoon kunnen maken. Nou, dat ga je dus zien met inkt. Ik heb zoiets en zolang het mijn stencil niet belemmert, maakt het niet zo uit. Dat is twee. Die kan ook drogen. Nog twee te gaan. Dit is niet handig. Niks aan te doen, niet meer weg te halen. Maar dat is dus net eventjes het niet opletten. Je zit met je gedachten ergens anders. En dan krijg je een streep erover. Ik maak me daar nooit zo heel erg druk mee. Nee, je hebt het niks aan. Ik zat eigenlijk met mijn gedachten gisteren bij autorace. Ja, nou stom. Moet je ook echt niet bezitten. Dat heb ik vaak hoor. Als ik aan het hobbyen ben, dan zit ik gewoon over alles en nog wat te denken. Dat gaat eigenlijk een klein beetje vanzelf. Ik hou het ook niet tegen. Wat ga ik vanmiddag maken? Nou, eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Ik ben nog steeds bezig met een project voor Ladies Hobby Shop. Ik kom daar gewoon niet uit. Ik ben vanmorgen er even mee verder gegaan. En, oh, wat doet hij nou? Waarom heb ik hem niet goed vast liggen? En die ligt nu te drogen weer. Zo. Ik vind het een lastig. Ik heb dan weer een heel leuk projectje mee gekregen. En ik vind het gewoon een heel lastig ding om wat op te bedenken. Ik denk ook dat ik er iets te moeilijk over denk hoor. Maar goed, oké, daar ben ik gewoon. En wat ik verder ga doen, ik wil eigenlijk nog de live van Rianne van gisteren zien. Die had gisteren live bij Janine's Mindful. Nou, daar ben ik niet lid van die groep, maar het staat inmiddels staat het op YouTube. Die wil ik eigenlijk nog wel heel erg graag zien. En, oh, the sun is shining. En ja, ik zat eigenlijk ook te denken aan de vraag wat jij mij stelde gisteren. Daar had ik het net eigenlijk over. Ja, wat moet ik daarmee gaan doen? Kijk, ik heb nu ophokplicht. Ik zou tegen John hebben, dit weekend wat? Nee, maar dat kan ook niet, want jij mag niet. Oh ja. En anders dan had ik je graag dit weekend van alles willen vertellen. Maar dat wordt pas 3 weken. En zolang kan jij vast niet wachten. Was ik al bang voor. Maar ja, weet je wat het is? Ik ben zo bang als ik iets ga vertellen. En ik ben nogal, dus. Dat ik ga nadenken, wat ga ik vertellen? Dat ik ook heel erg ga nadenken, wat kan je ermee? Terwijl als je het doet en ter plekke je vragen kan stellen, is dat veel makkelijker. Ik weet niet wat het is. Het is iets van nieuw schijnbaar. Dat ik heel slecht uit mijn woorden kom. En dat vind ik best wel heel moeilijk. En dat heb ik ook met deze live, zo. Absoluut. Maar ja. Ik kan er weinig aan veranderen. Het zal wel. Kijk, hier. En ik zit met de kletsen. Het gaat er weer overheen. Ja, dag meneer. Wat kom je nou weer doen? Kom je nou weer drinken? Ja, ik kom nou weer drinken. Oké. Okay. Nee, doe maar niet. Oké, nou, dan zijn dat ze. Oh, kijk hem eens een keer. Ga drinken. Okay. Nou, daarvoor doe ik liever dus geen lives als mijn kinderen thuis zijn. Ja, dan krijgen jullie dus 3 weken geen nieuwe voor de boek. Ik heb een zoontje die niet normaal kan doen. Altijd een beetje het uitsloven. Ik hoor het wel, hè? Ja, nou, dat was ook mijn bedoeling. Nou, ben ik mooi.
Nou ja, dat bedoel ik dus deze reden. Dus dan moet het online. Wat doe je? Zet in elkaar. Ja, dat klopt. Vast. Dus dan moeten we dat online doen. En dat, ik zei al tegen Sean ook van ja, wat zal ik doen? Zal ik het gewoon opnemen en dan plaatsen op YouTube? Of zal ik het wel live doen? Zeg ik, het voordeel van dat live is dat je kan vragen. Hoi. Ben je alweer weg? Neem niet het hele pak mee naar boven. Als je gaat klieteren, ga je het zelf schoonmaken. Ik ga het zelf schoonmaken. Oké. Okay. Eigenwijze drol, joh, dat kind. Dus dat, ja. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer heb jij tijd? Vertel mij dat eens even. Dan ga ik ondertussen deze even aan de kant leggen. Laat mij eens even weten. Wanneer heb je tijd om te kijken? Zo, dus even een slokje drinken. Het voordeel van zo'n plaat is je achterkant blijft ook schoon. Kijk, er zijn nog allemaal restjes nog op van de week. Van de week heb ik heb het nog niet schoon gemaakt van tevoren. Ik heb geen flauw idee. Ja, dat zou wel kunnen via Messenger dan of zo. Dat je gewoon live bellen of zo doet. Ja, dat zou kunnen. Dat is ook nog wel een plan, hè? Goeie. Oké, ik pak even mijn krokodil erbij. Dit is de krokodil. Ideaal. Voor mensen die geen kracht hebben in handen. Dus, bijvoorbeeld fibromyalgie. Ideaal, geloof me. Geen verkooppraatje. It's the truth. Kijk, het is goed dat ik even kijk, want dit klopt dus niet. Niet zo. Ja, ik heb kwart voor één ben ik altijd even online met John, sowieso. Dat, en dat is kwart voor één tot kwart voor twee. Dat. En dat is ook eigenlijk tussen 10 en 10:15. Dat is ons vaste kletsmoment. Dan heb hij pauze en ondertussen zit hij te eten. Ik ga hem instellen op klein gaatje. Even checken. Dan ga ik kijken hoe ver wil ik hem van de kant. Ik wil er in ieder geval één in het midden. Met deze schuifding kan je de lengte bepalen. Dus nou, ik weet niet god niet wat het is. Even kijken hoor. Dit is 1/8 hol. 3/16 hol. Dus die is kleiner. Ja toch. Ik moet even de maat weten. 5,5 inch ongeveer, dus 2,75 op deze gemeten. Is dit ongeveer de helft. Ben ik niet met hem eens. Dus ik ga het gewoon gokken. Nee, kijk. Zo, ik zet hem in het midden. En ik druk hem door. Nou, dit zijn 5 pagina's, waarvan eentje dus karton. Dit kan ik niet met de hand normaal gesproken doen. Moeten hebben. Je moet niks, hè? Ik heb hem nog niet zo heel erg lang. Ik heb het van het voorjaar gekregen en ik gebruik hem gewoon als hole punch. Maar ik gebruik hem dus ook voor, nou wat had ik net de laatste keer? Toen moest ik door karton heen of grijs bord heen. Ik was wat aan het maken. Er moesten gaatjes in. Dat was volgens mij van het project wat ik nu als laatst gemaakt heb. Ik maak 5 gaten in de rug.
En dat was door het grijze bord. Ik was het vergeten te doen voor het dubbellaag. Dat was 4 mm denk ik totaal. En hij was bekleed met borrelpeper. En dus hij ging door het deel van de plakband heen. En ik, ja, oké, ik heb wel moeten staan. Toen wel. Maar hij doet het gewoon. Dus ik was helemaal blij, helemaal aan het jubelen. John dacht meteen dat er weer heel wat aan de hand was. Dus, nou, dat dus. Even kijken. Nou hebben we de rug. We hebben de pagina. Ik vind het veel leuker zo, die pagina's. En nu gaan we hem inbinden. En dat doe ik met hempkoord. En nou wil ik graag... En die is er niet. Haha. Ik wou een rood tint en die hebben we niet, dus dan moet ik hem zelf maken. En daar is Distress dus ook goed voor. Ja, ik denk dat we gewoon moeten gaan bellen dan, videobellen. En dat we gewoon, nou ja, dan is je kleintje er wel bij. En als je weg moet, moet je weg. Het is gewoon niet anders. Even kijken hoor, ik pak nou 4 keer het boekje. 2, 3, 4 en een beetje meer. Ik ben altijd bang dat ik tekort kom. En mijn moeder is altijd beter meeverlegen dan onverlegen. En dat is eigenlijk wel waar. En dan dit wil ik gaan kleuren. En ik dacht er zelf aan om het een beetje rood te maken. Want het zit ook in de bloemetjes. Oh, wil ik verf pakken? Nee, ik wil inkt. Waar heb ik mijn inkt? Mijn drinkie. Even kijken hoor. Hier is hij. Wat ga ik nou doen? Ja, daarom zei ik het ook. Ik ga de inkt, het is een vrij nieuwe. Ik ga hem afdrukken. Op mijn craft sheet. Of op een glasplaat. Ik pak mijn sprayer en die maak ik nat. Hier maak ik nu een inkt paletje van. Dan gaan we vieze vingers krijgen. Dat touwtje haal ik er gewoon door. Oeh, kijk eens hoe die kleurt zeg. Dit kan met alles, behalve bijvoorbeeld satijnlint. Als je lint hebt wat echt heel veel satijn hebt. Satijn is een nylonachtige. Kijk eens. Ik heb er iemand vermoord hoor, echt. Kan dat niet. Dit prutje, dat doe ik in een beker. Mijn lepeltje van de kant. Zo. Dan vegen we even op. Hallo, wat is er, schat? Wat wil je? Daar kan je niet op springen. Dat is een hakmes, hè? Wil je bij me zitten? Hm? Wil je bij me zitten? Ja? Vind je spannend? Oh, je ook niet vier. Even kijken. Ik ga je vriendje weer gebruiken. Vind je dat goed? Maar ga ik hem droog blazen? Niet schrikken, gaan we een hoop herrie doen. Ik doe het juist in de koppie. En ik liep vast. Even kijken, kom ik weer terug? Ik zag ineens de staverij is onderbroken. Ja, ik zie mijn eigen weer bewegen. Ik doe hem in een kopje. Zolang het stil ligt, is die namelijk droog. Nat. Is die zwaar. Door te schudden, droogt die iets sneller. Dit doe je dus ook met lint. Lintjes op eigen kleur brengen, doe je op exact dezelfde manier. Ik kan ook zeggen, ik doe hem hier hoor. Maar dan gaat hij alle kanten zo meteen. En dat is gewoon heel vervelend. En nu zet je hem gewoon in het koppie. En dan blijft alles netjes bij elkaar. Oké, ik heb morgen alleen fysiotherapie staan. Die heb ik op de ochtend staan. En daarna zal ik ook de fysiotherapie dit met krijgen. Wat doe je? Koetsie denk ik vindt leuk. Kijk, nu gaat hij bewegen. Is goed te zien. Steek het dat hij droogt.
Ja, nou, dat is eigenlijk het enige wat ik heb staan. Fysiotherapie. Nou, gaan we eens even kijken. Dit bekertje, die gebruik ik dus ook alleen maar voor verf. Eén keer in dezelfde doe ik wel in de vaatwasser. Ja, en hij is droog. Nou, zo hadden we een witte en nu hebben we een rode. Maar één keer in dezelfde doe ik hem in de vaatwasser en dan is dat hem ook wel. Hij geeft ook niet af. Zo kan je dus ook van alles kleuren. En het leuke is, het blijft allemaal nu op één kleur. Het is niet dat je een glimmende rood hebt en een bloedrood hebt en een brandweerrood hebt. Het is allemaal dezelfde kleur. Dan ga ik op zoek. Die moet ik ergens hier hebben. Even denken, waar heb ik die neergelegd? Ik heb een hele grote dikke naald nodig. Kun jij goed opleggen? Die heb ik hier nog in zitten. Kijk, ik heb een hele dikke naald. Dit is een doosje, daar hoort oorspronkelijk mijn prikpen hoort hierin. En dan kun je nog bolletjes of zo eraan doen ook. En je kan ermee snijden. Nou, dat vind ik helemaal niet handig, want ik gebruik hem als prikpen. Dan heb je zo'n dikke naald en is het nog lastig. Oké. Nou moeten we even kijken. Hoe ging ik dat ook weer doen? Dus we moeten eerst even op elkaar. Ik doe van buiten naar binnen. Buiten, binnen. Naar buiten, naar binnen, naar buiten, naar binnen. En dan weer terugsteken. Als het goed is, komt hij dan daar uit. We gaan eens even kijken. Ik wil van buiten naar binnen werken. Want dan hou ik hier open. Dus die. En die. En die. En die. Zo. Dan gaat hij van hier naar binnen. Naar buiten. En van buiten weer terug naar binnen. Zo, dan kan ik jou vasthouden. Dan gaat hij weer naar buiten. Oh. En weer terug naar binnen. Auw. Auw. Twee keer. En weer naar buiten. Een stompennaald is ook wel handig met dit soort dingen. En naar binnen. En naar buiten. En dan gaat hij hier weer naar binnen. En dan ga ik nog een keertje. En waarom nog een keer? Dus puur voor de stevigheid. En door naar buiten. En dan gaan we naar binnen. Naar buiten. En vandaar dus ook dat ik de cordaal gepakt heb. Naar binnen. En naar buiten. Zo. En dan komt die bij elkaar. Maar dan wil ik dit natuurlijk gaan we eerst knopen. Zo. Kijk, elkaar, kijk, kijk. Gaat die schuiven? Wil ik dat? Nee. Dus, ik knoop hem. Ik ga zet deze onder de rand. En die doe ik daar tussendoor. Zo. Nou kunnen ze niet meer naar beneden schuiven. Nou. Jij wil niet zoals ik wil. Serious? Oké. Okay. Dan had ik kijk wat ik gevonden had. Die Chinese dingen kon ik niet vinden, maar ik heb wel een draakje. Twee draakjes.
En ik heb een handje met een Boeddha kopje erin. Die vond ik wel mooi. Dus die knopen we ook hier aan. Zo'n beetje lang, hè? Had mijn schaal alweer opgeruimd. 1, 2, 3. Knip. Even kijken, hoe zou ik dat doen? Zo. Tuurlijk zit hij verkeerd. Ook cool. Nou. Zo. Nou, nog een. Vooral wie niet wil meewerken natuurlijk. Ja, dat is zo wat ik zei, hè. Ik heb me een dag... Flinke knoop erop. Want het gaat natuurlijk gebeuren dat het boekje ook wel 10 keer open en dicht moet. Oké, kan niet hangen. Kijk, is al hartstikke grappig. Is toch een leuk boekje zo? Vind ik wel. Dat is dan onderdeel 1. Dan. We hebben drie dingen. We hadden de bellyband. We hadden aan de voorkant het slot. En daarin hadden we nog een pocket. Even kijken. Een glaasje van alcohol inkt. Dus niet denken wat de Tine weer gedronken. Ik heb allemaal van die groene glaasjes nog staan. Op. Die gaat even hierin, want anders raak ik die wel kwijt. Dan de bellyband, hè? Nee, de... ja. Pak ik een... Even denken. Ik wil. Ja, ik wil. Ik ben de pagina kwijt. Die had ik net hier al. Waar heb ik hem neergelegd? Toen dan even. Heb ik hem er gewoon hieronder gelegd dan? Jongen, jongen. Nee, zie je wel. Hier ligt hij. Op mijn snijmachine. Op mijn ding. Oké, die eruit. Kijk, en daarvoor wilde ik iets op de kaft. Nou, dit boekje, deze pagina, die is nu echt wel gesloten. Ja? Die gaat hier. Oké, dan gaan we hem openmaken. Dan moet er hier nog iets. Hier wil ik tekst in doen. En hier wou ik nog iets loops op doen. Ik wil hierin maken, maar dan moet ik er twee aan elkaar plakken. Zou je niet geloven? Hè? Ja, dat is niet anders. Oké. Okay. Is dit al een mooie basis? Ja, dat vind ik wel een leukert. Dat is wel een leukert. Let op. Lijkt heel moeilijk worden we gaan doen. Stelt niks voor. Ik heb inmiddels dus een wit potlood gevonden. Ik snij deze af op exact dezelfde hoogte.
Dat is mooi. Dan wil ik er een stuk afhalen. Nou, wat zal het zijn? Een centimeter of 8? Nee, dit is nog niet eens genoeg. Centimeter of 6? Nou, het is 6,5. Die gaat hier. Deze gaan we hier een rillijn geven. En hier een snijlijn. Dus we hakken hem 3 af. Zo, die hebben we niet nodig. En dan mijn geo. Die is ook weg. Die zit ook niet op zijn plek. Oh, donder zeg. Dat is dus met zoveel projectjes. Oh, hier ligt die onder. Je hebt van alles liggen. Even kijken, wat is het? Een centimeter of 2, denk ik. Nu wel. Nee, is 1,5. Meer dan genoeg. Mijn prikpen. Dit is dus die prikpen die erin hoort. In dat doosje wat ik net liet zien. Zo. En die komt hierop. Dat doen we eerst door even die van de kant te leggen. Maar een tape te langs leggen. Zo, dan wordt er een goed boven. Volgens mij is hij Fortnite. Lijm zou ik bijvullen, heb ik niet gedaan. Even een streepje lijm erbij. Zo. Serieus? Nou, ik kom gelijk liggen hieraan. En dan zie ik dus hoe die uitsteekt. Hier was hij toch nog te groot. Maakt niet uit. Hier, even aan. Zo. Pak ik even mijn snijmat. Die had ik ook hier ergens. Die is ook weer weggegleden natuurlijk. Oh, hier de 4 al. En dan pak ik mijn mes. Die ligt hier ook niet. Oh jongens toch. Misschien moet ik gewoon iets minder lange rekken. Kijk, want daar ligt er gewoon wel. Snijd het randje voorzichtig af. Snijd niet door de rug. Oké, nu hebben we dit. Die zetten we in. Snippertje aan de kant. Dan wil ik hierom een klein pocketje. Oh, pak nog even mijn geo. Even kijken hoor. Ik wil een klein pocketje. Dus ik hou een centimeter. Dan wordt hij mijn 5. Hè. Ga ik dit doen? Ik ga dit niet doen. Ik ga hem niet een rand geven. Ik plak hem de groene. Eén kant dicht, hè? Anders hebben we geen pocket. Plakrand aan deze kant. Binnenkant laten we open. Zijkant, lange kant.
aan schrijven. Oké, die moet even drogen. Die kan weer even aan de kant. Op. Nou, dan kan deze bekleed worden aan de voorkant. Ik ga hier geen sluiting op maken. Het is ook niet de bedoeling dat je hem heel dik en heel vol propt. Let me look. Hebben we hier niet iets leuks wat we erop kunnen doen? Nee. Pas maar zo. Ik heb nog resten ook. Dat zijn die. Oh, daar zijn. Deze. Een beetje subtiel. Hij is eigenlijk net te klein. Dat is jammer. Die past ook niet. Die past wel. Die niet. Dan doen we deze afmeten. Ik wil de bamboe erop laten. Klein zwart randje, wit potlood. Die kunnen hierop. Die is schoon. Altijd wil ik het even kijken. Nee, ik ga dit weer doen met bloemenstone. Dat ben jij. Oh nee, het is vrij burlap. Bloemenstone. Meteen even drinken. Goedemorgen, Dinada. En hoe heb je geslapen met je kitten? Dinada heeft een nieuw kittetje. Ze heeft hem eindelijk. Haar eindelijk. Zo'n leuk ding. Zo. En tjup tjup tjup, met doek. Ging prima, toppertje. Het is wel schattig, hè? Het zijn zo'n clownsneusjes, een schatje. Oké. Deze kunnen we vastlijmen. En dan pakken we eens een tape. Nou, dat is makkelijk. Doe er even wat water in. Ik zit nou precies op het dikke deel. Het laatste gedeelte is altijd wat dikker.
En met de andere poezenbeens gaat het ook gewoon prima. Nou, hij is gewoon echt op. Oké, dan wil ik hierop. Wil ik wel een tekst. Deze gaat zo open. Nou, zoek eens even. The way to do is to do be. Huh? Is to be. Hmm. Change how to see and see how exchange. Nature is not a place to visit its own. There is a voice that doesn't use words. Listen. Nou, die vind ik niet leuk. Joy. Wat staat daar nou? Look. Het lijkt wel Chinese. Weet het. De Chinese kaart. De Chinese kaart. Ik dacht dat je er nog al eentje had, joh. Oh. Dus alle aandacht is voor de kleine baby. The rainbows of life is falling in the storm. Follow the storm. Nee, ik ga deze doen. Die knip ik uit. Ook wel leuk met die libellen. Oh, we hebben eerder gisteren. Ja, lekker hoor, al die aandacht. Nou ja, hetzelfde hier met Gucci ook natuurlijk. We hebben gisteren, eerder gisteren, hebben de echte film, de Disney film dan, van Mulan gekeken. Wauw, die is zo gaaf. Dat is wel een aanrader. Hij komt alleen niet in Nederland. Dat is dan wel weer jammer. Ja, dat was een hele mooie film. Niet helemaal zoals de Disney film zelf is. Ik ga de hoekjes bewerken. Dit is een hele oude paper distressor van Making Memories. Volgens mij bestaat het merk niet eens meer. En er zit eigenlijk niks anders in. Het is een driehoekje met een mesje. Je kan ook zeggen, ik pak mijn schade voor. Ik ben daar iets minder handig in. Tegenwoordig heb je ze heel veel van Tim. Eigenlijk hetzelfde systeem. En er zijn mensen die noemen het dradensnijders. Het zijn dus echt officieel. Al jaren zijn het echt paper distressors. Ik ga hem niet in het midden hangen, want dat vind ik niet leuk. Ik ga hem uit het lood hangen, aan deze kant. Dan doen we nog wel even de randen rood. Trek hem gewoon, omdat dit is nu gekatteld, trek hem gewoon heel licht over de inktpad heen. Je krijgt wel pluisjes op je inktpad, op die snippertjes, dat gaat zelf wel weer af. Niet druk om maken. Zou je zeggen, ik spuit dit nat, dan trek de inkt in het papier. Is leuk, alleen je papier kan daar niet zo heel erg goed tegen. Hier ga ik tape op doen. Twee kleine stukjes. Ik ga toch mijn schade even. Oh, was de verkeerde eruit laten. Ja, ik doe het eigenlijk opruimen tussendoor nu. Omdat er zo'n rotzooi is om me heen. Zo, tapejes.
Ik druk hem erop, maar ik belet hem niet. Daarom deed ik er bobbeltjes onder. Zodat hij net iets... Nou, het is echt heel minimaal, hoor. Het is echt dat hij maar, kijk, ietsje bobbelend erop komt. Daar is het eigenlijk voor. Even kijken, die kan wel terug. Dan wil ik hierin, ik ga de binnenkant niet bekleden. Dat doe ik expres niet. Oh, die had ik hier liggen. Daar hebben we allemaal een hele mooie tekst. En ik doe er gewoon een kaartje in. Moet ik ze eerst even snijden? En misschien doe ik er wel twee in. Zo. Ja, ik weet niet of die op Disney Plus komt. Ik moet ook zeggen, wij hebben hem, ik denk, van Spotnet. Mara was erg mooi. Dat denk ik. Oh, misschien heb ik hem wel gehad van een collega. Dat kan ook. Had hem op een USB-stickje staan. Dus ja, ik vond hem, ja, hij was echt mooi. Ik zet mijn snijmachine gewoon op het project. En nee, hij is hol hero. Dus hij leunt nu niet op het voorkaartje. Zo. Die gaan weer weg. Kijk, deze staat nog gewoon bol te zijn. Nou, ik denk dat ik er twee in doe. Zo. Even nog de randjes. Deze ga ik niet... Oh. Lepeltje moet wel even aan de kant, anders ga ik je straks mee in mijn koffie zitten. Dat zal ik me niet doen, er heb poeder en alles aangehangen. Dan mijn borsteltje. Ik heb er de Twix. En deze geef ik wel even aan weerszijden een randje. Nou, wat doen we voor? Een rustige en een drukke. En die zetten we er gewoon in. Hier is een plek voor een foto. Dus vandaar, ik zal hier nog wel een streepje zetten. Dat is toch wel netjes even. Even kijken. Kleiners over. Oh. Oh. Oh, ik ben echt zo klungel vandaag. Ik word gewoon moe van mezelf. Even kijken. Die is net te klein, die is net te klein. Nou, lekker, allemaal dezelfde maat zeker, ja. Oké. Nee, dat
dat is net als die. Kijk. Ook niet de goede combi. Dit blijft een afgrijzelijk ding. Dus we pakken deze. Oké. Okay. Vroeger had ik een potloodje. Net even ietsje beter. En ik had zeggen, ik zal de binnenkant hiervan ook wat bekleden. Ja, ik denk dat het zo moet. Nou, en als je alsnog op zoek op staat, ja, nou, dan kan ik er heel weinig aan veranderen. Oké, okay. Zo dan. Ik zit te denken. Die zeg ik, oké, okay, de voorkant zo laat. Maar ik, wat zullen we doen? Zullen we die wel doen? En ik had denk ik om hier wat omheen te wikkelen. En dan de achterkant vastplakken. En dan... Ja, zie je, dan gaan mijn ideeën weer. Oh, dan wordt er één goed. Gaat die Daisy? Even kijken, met wat gaan we dat doen? Dit is Madeira. Dit is geen Madeira. Dit is Madeira. Zal ik goud pakken? Oh, dat is wel leuk. Chic natuurlijk, hè? Dat gaan we doen. Dat was DMC en Madeira. Let op. Wat hebben we genoemd? Tapeje. Twee tapejes. Eentje. Serious? Eentje hangt er nog aan mijn schaar. Eentje plak ik erin. Tapeje haal ik eraf. Het begin doe ik erop. Dus dan blijft hij niet plakken natuurlijk. Pakken we er gewoon één overheen. Zo. Een tapeje vanaf. Uiteindelijk plak ik terug op het tapeje. Ik pak wel vast een nieuwe. Die moet wel klaar hebben staan. En die laat ik hangen als het even kan aan de schaar. Ja. Dan gaan we die wikkelen. Gewoon. Om de kaart heen. Maakt niet zo heel veel uit hoe. Nou, ik bedoel, wil ik ze zo ver uit elkaar. Ik kan ze nu nog iets schuiven. Aan strak trekken. Vastplakken. En die knippen we af.
dat tapeje wat we hebben, die plakken we er weer overheen. Nou zitten al die draadjes zitten meteen vast. Tapeje eraf, uiteinde waar we afgeknipt hebben, plak je terug over de tape. Dan nu. Waarom plakken we het terug? Als jij een tapeje zo vast plakt, trek je het eraf. Plak je hem vast en je plakt die terug, dus zo, krijg je hem met geen mogelijkheid eronderuit. En dat is hetzelfde wat ik ook van de week vertelde, wat ik gedaan had met die fout had gedaan met die vuilfolder. Ik had het elastiek niet teruggeplakt, waardoor hij eruit geschoten was. Ik ga hier dan toch weer wat voor zoeken. Even kijken hoor. Deze kan erop. En... Oh, grappig. Ik hoef hetzelfde vel als van de voorkant. Nee, dan pak ik nu niet de rode. Want zoiets hadden we al, hè. Even kijken. Is met deze. In combi met deze. Dus, die gaan we doen. Het zwart laat ik er aan zitten. Haal ik dat er juist af. Nee, ik wil de ginkgo in zijn geheel laten. Dus die gaat eraf. Nou, dan zie je maar weer. De bedoeling was een simpel boekje en een simpel vuilfoldertje. En al met al ben je toch alweer een goed uur bezig. 5 kwartier. Oké, die komt hier. Die ga ik meteen vast vastzetten. Niet vergeten de inkt. De randjes weer een kleurtje. Dan gaat deze krijgt tape. Oh, jullie zullen wel stil, zeg. En die krijgt lijm. Ik zal blijf liggen jij deze eventjes. Mijn dopje erop doen, anders doet hij het straks niet meer. Zo. Hey, oh, niet eten. Dat is niet voor jou. Nee, niet voor de pompoen. Even kijken. Deze hangen we vast op. Hangen we op, ja tuurlijk. Plakken we op. Zo. En nou zijn de draden meteen goed weggewerkt aan de binnenkant. Kijk, en aan de buitenkant. Dit is toch net eventjes, ja, weet ik niet. Ik vind altijd net even iets leuker. Beetje chic de la poupe. Goed plakken. Lijm weg. Oké, deel 2. Dan. Hier zit een lelijke rand. Die snij ik eraf. Dus ik leg hem er nu even tegenaan. Die kan pakken. Ja. Hahaha. Ik heb allemaal oude schoolpotloodjes.
Die vind ik toch nog het beste. Ik had voor mijn verjaardag van mijn schoondochter had ik potloden gekregen. Echt eindelijk. Nieuwe, gewone, normale potloden. Maar ze werken niet. Ik snap er niks aan. Ten eerste krijg ik ze al niet geslepen. Want als ik ze aan het slijpen ben, dan breken de punten nog. Nou. Dus er is gewoon gegooid. Ja, dat kreeg zij ook natuurlijk niet te doen. Maar gegooid met die potloden. En dat vind ik zo zonde. Zo. En dan deze, dit stuk. En dan kan die dan de witte. Kan maar deze. En die. Hopla. Hier zaten de toppers op. Laat ik hem naar boven gaan. Oh, ik ga hier een rand op zetten. Ik had hem al gezien. Ik had hem ons iets scheef geplakt. Is niet erg. Ja, en ik kan hem wel los trekken. Maar dan heb je kans ook de draden stuk trekken. Daarom laat ik hem gewoon zitten. Dat is ook het nadeel met als je een tapeje gebruikt, hè? Zo. Maar op zich is het helemaal niet erg. Moet hier toch wat overheen. Want dan nu matcht dit net niet. Even kijken. Hier moet naar beneden. Nou had ik. Ja. Hier. Kijk. Dan komt deze ook weer terug, want die had ik ook aan het begin gebruikt, het eerste blaadje. Ja, hoe gaat het met de kids? Ja, Serenity, die hoorde ik vanmorgen vroeg hoesten. Toen dacht ik, hey, de zeehonden zijn ook van Pieterburen gearriveerd. Dus die zit gewoon, ja, eigenlijk vol. En Enzo, die hoor ik niet meer, dus daar zal het wel goed mee gaan. Maar voor de rest, ja, ze hebben geen koorts en zo, dus ik ga ze ook niet laten testen. Dus het verkoudheid, dat kan ook eigenlijk niet, hè. Het kan ook niet anders, laat ik het zo zeggen. Weet je wat het is? We moeten, vanwege de corona, mogen we zich niet meer omkleden met gym. Dus ze gaan door weer en wind in gymkleding naar school. Nou, de gymkleding van tegenwoordig, ik weet niet of dat heel erg anders is. Ik ben ondertussen even stansen met vroeger. Maar dat, het stelt gewoon helemaal niks voor, dat nylonzooi. Ik zit vast. Zo. Kom er onderuit. Het stelt niks voor, dat nylonzooitje. En dan hebben ze gegymd. Dan moeten ze met die bezweten zooi, moeten ze gewoon de hele dag erin blijven hangen. Nou, dat werkt niet. Dit werkt ook niet. Hij is scheef geraakt. Dan, ik wou hem eigenlijk niet optillen. Ik ga hem toch maar iets verplaatsen. Okay. Nou, dat dus. Dus ja, dan is het ook niet zo gek. En met die regen. En dan is het weer warm. Zoals in nou ook is het heerlijk. Tenminste, het ziet er heel lekker uit, toch, buiten. En dan, ja, kom je buiten en loop je gauw zonder jas of met je jas open en... Truus helemaal. Truus loopt natuurlijk zomers en 's winters in korte rokjes met lange kousen. Dus qua haar kledingstijl verandert ze eigenlijk niet. Ja, of het is nu dan een korte broek met kousen. En ze hoeven mij ook helemaal niet te veranderen. Dat is gewoon Serenity. Maar... ja, nou dat is gewoon... Dan word je op een duur... Word je gewoon verkouden. Het is niet anders.
Maar ja, we hebben nou toch ophoopplicht, dus zijn ze een dag eerder thuis geweest. En Jo mocht dan ook niet naar school toe, omdat hij keelpijn had. Ja, dan is het ook wel zeggen, zal de kanden beginnen, er staan niet om zijn van. Ja, kan. Als de leraar niet verkouden naar school gaat, ondanks dat hij dan negatief getest is, worden mijn kinderen niet verkouden. En dan word ik het misschien ook niet, hopelijk. Dus. Ja, echt. Nou, ik heb dan wel een ouder gesprek gehad nog. Daar stond een tafel tussen van 3 meter of zo. Het was ook natuurlijk omdat ik de meest cases voor dit jaar voor het eerst. Bij ons op school. Het was dan een kennismakingsgesprek. Nou ja, oké. Prima. Ik ken hem nou nog niet. En het was letterlijk 5 minuten. Op afstand. Nou, hij is tevreden. En ik ben tevreden. Nou oké, okay. Dat is het. Ik denk, ja. Het mag ook niet... Inderdaad, mag niet met z'n tweeën. Als je rapportages krijgt, dan moet je het via de telefoon inderdaad doen. Hun beslissen nog wat voor medium er moet gedownload worden. Een of ander iets van... God, wat hadden ze net laatste keer? We hadden ze ouderenavond. Ik wou daar eigenlijk naartoe. Was ook jaarvergadering. Maar het moest dan ook digitaal. En dan moest je downloaden iets van Microsoft. Nou, ik begin er niet aan. Want dan moet ik mijn computer openzetten. En dan is je gewoon niet meer beveiligd. Dus, ik ben er niet geweest. En ik kreeg een ja, maar er zijn maar 10 ouders geweest. Ja, boeien. Doe het dan gewoon niet. Je weet het. Op een normale jaarvergadering komt er eigenlijk al bijna niemand. En op een ouderavond, ja, misschien is dat ook wel de cultuur van de ouders momenteel. Ik weet het niet, maar... Er zit gewoon niks in. In de keer coronaperiode, dan moest je weer hangout. En dan moest ik weer Zoom, moest ik natuurlijk hebben voor dyslexiebehandeling toen van Cher. Nou oké, okay, dat had ik dan wel gedownload. Ja, die behandeling moet gewoon door. Dat kost gewoon vreselijk veel geld. En dan moest ik voor school moest ik weer hangout hebben. Nou, dat heb ik niet gedaan, want ik gooi ook mijn telefoon niet voor ze open. Ik heb het niet eens op mijn telefoon zitten trouwens. Dus ik had zoiets van, nou dag, doe even normaal dan. Maar als goed is krijg ik er nou, vandaag krijgen we een pakketje in de brievenbus van de juf van Serenity. Die zou vanavond de pakket erin gooien en dat is dan huiswerk. Onder andere op papier en de rest heb ze digitaal. Voor de komende 3 weken. Zo. Nou, ik vind hem wel weer leuk geworden. Oké, dus dat is de tweede. En dan hadden we nog een pocket. Die smalle pocket onder die flap. En daar wou ik gewoon 2 tags in maken. En die tags... Even kijken. Aan de ene kant zeg ik, we maken ze hiervan. Dat is wel makkelijk. Maar ik vind het ook wel zonde. Want ze kunnen aan de beide kanten goed gebruikt worden. Ik schrik me rot. Het is 12 uur, de alarmen gaan af. Daisy die slaapt. Oké. Okay. Dus normaal gesproken als ik alleen zou zijn en ze hoort ze dan... Maar de luchtalarm gaat af. De kinderen komen nog niet naar beneden rennen. Dat had ik wel verwacht. Ik denk dat ik gewoon 2 tags maak. Zal ik dat doen? Nee, ga ik niet doen. Of wel doen. Wat gaan we doen? Help eens. Ga ik wel doen. Ik ga die voor gebruiken. Die vouw ik door de midden. Die is natuurlijk al klaar dan. Ja, ja, ik vind het echt zo niks hoor. Echt niet. Ik ga een koekpans pakken. Koetsie, wat doe je nou?
Ik ga er heel even helpen. Wat heb je daar, liefje? Wat heb je daar? Ze wil spelen. Ja, dan moet ze de speelgoed pakken, maar daar kan ze niet altijd bij. Zo. Een klein stofzuigertje, dat moet ik ook eens opschrijven op mijn lijstje. Of eigenlijk een chandon doorgeven, is ook nog wel een idee. Oké, nu heb ik er één. En die gaan we gewoon door de midden halen. Zo. 1, 2, 3. En nu hebben we er 2. Dan nemen wij de restjes papier. Nou, volgens mij is die hele map al leeggehaald. Even kijken hoor. Jij kan daar. En dan nemen we echt gewoon de kleine stukjes ook. Dit is groot. En dan gaan we ze bekleden. Daisy. Even kijken hoor, ik denk dat ik dit vast plak. Misschien doe ik die wel hier. Dan haal ik hier vast de hoek vanaf. Nee, ik wil de goede kant doen. Zo. En dan wil ik met deze. Drie tapejes. Nou, twee doe ik weer even op de schuin. Eentje doe ik er hier. Laten we eerst even de ink doen. Zo zeg. Ja, mijn werkruimte wordt weer een beetje klein. Even kijken hoor. Hier ligt de tape. Tapeje erover. Tapeje terug. Of tapeje terug. Draadjes terug.
schaartje die kan afknipperen. Drukken we erin. En dan gaan we hem weer verwikkelen. Stukje. Zo. Tape vast. Die erop. Overheen. Draadje knippen af. Tapeje eraf. Draadje terug over het tapeje. Draadje. Oh, het zit hieronder ook nog het tapeje. Maar eigenlijk wil ik jou niet. Ik wil jou. Hoepee. Daar terug. Dan gaan we deze vast plakken. Dit is ook een hele goede manier om kleine restjes op te maken. Ik heb echt papiercrisis. Zo. Dan deze. Die krijg ik door inkt. Ja, dat is inderdaad voor haar de eerste keer, denk ik. Ja, zeker weten. Dat is ook raar. Ja, zijn er hier voor de rest wel redelijk aan gewend. Koetsie taalt er helemaal niet naar. Maar ja, Daisy. Ik moet wel zeggen, Bander, die was toen mijn oude hond. En dat was toen ook een oudje. En ja, die blafte ook iedere keer. Maar die deed ook gewoon waar ik bij was. Joh, loeien, loeien. Joh, het leek wel zelf van ons sirene. Mijn koetsie, die heb ook zoiets van, ik vind het allemaal prima, joh. Zolang ik niet reageer, ga ik zeg maar heel paniekerig doen. Of ik, dan reageert zij. Koetsie. Nou, dit kleine vierkantje ga ik niet vaststepen. Even kijken, hebben wij nog een dun strookje? Ze zit er eigenlijk weer te wassen achter me. En dat vind ik zo een naar geluid. Ja, dat vind ik altijd een beetje tricky. Want ja, dat moet je recht leggen, maar je kan hem nergens tegenaan leggen. Je hebt geen guideline of zo waar je hem tegenaan kan leggen. Dus dat is altijd een beetje gokken. Of ik hem nu een beetje recht heb, volgens mij wel. Je kan net zo goed de schaar pakken. En dan. Zoiets.
droogt wel heel snel het lijmen. Koetje. Koets. Pompom. Tuurlijk, gewoon net doen of je me niet hoort. Je ziet je oren alle kanten opdraaien. Dankjewel voor het kijken, Frederik. Tot de volgende keer. Doei. Zo, hier gaan we het hoekje er weer afhalen. Hier het hoekje er dus af. Pas dan maar net. Koets, serieus? Hou eens op. Vieze glibben. Leo gaat gewoon door. Al die haren moeten wel in model zitten bij de. Hè? Oké, dat is één. Die laten we drogen. Achterkant laten we plain. Hetzelfde geldt voor deze. Nou. Deze een randje eraf. Yes. Zo. We hoeven niet steeds zo rare bewegingen te maken. Oké, komt ze beginnen. Ja, wat kom je nou weer doen? Niks. Heb je het warm? Het is warm bovenin. Ja, nou, het is ook niet echt koud. De hele tijd als je de hele tijd 64 blokjes op elkaar moet plaatsen. Daar krijg je er warm van. Ja. Oké. Minecraft nou. Ben je niet aan het roadblocksen? Ben je met Sorrenti aan het minecraften? Nee. Oh, dat ik zo'n gewoon herrie hoor. Nee, ik ben muziek in aflessen. Ah, dat waren dus die tonen. Ik kon het al niet plaatsen bij Minecraft. Of bij, je weet het. Roblox? Nee, die andere. Fortnite? Dat dacht ik eigenlijk dat je nou was. Nou ja, prima kom je op dag vandaag waarschijnlijk. Nee, die zal ook wel ten eerste uitslapen. En die zal... Nou ja, hij is al wakker. Oh ja, dat kan. Die zal wel met spa weer gaan. Hè? Hij wil in de avond doen, alleen wat hij niet weet is dat hij gewoon naar school mogen. Ik ook alleen. Ja, jij mag weer vroeg op. Ja, jij mag dan wel. Thuis zijn. Dat betekent niet dat jij niet vroeg opgaat. Alhoewel, ik hoorde ze en ik die vanmorgen gewoon ook op. Die was ook gewoon iets van 6:30 of zo bezig. Alhoewel, dat was ik, hè? Nee, ik hoorde Sherry. Ik hoorde de gelachen weer. Oh, Sherry was later dan mij. Ik was echt 2 minuten later dan was ze wakker dan mij. Ik was wel. Nee, toen ik beneden was. Ik was wel even wakker. Nou. Ik hoorde Sherry net. Die zat er in de filmpje, denk ik. Hoezo ga je niet live via YouTube? Weet ik niet. Ik doe dat via de groep van ons. Via Facebook groep. Via de groep van jou? Mm-hmm. Bedoel je gewoon van jou? Want er staat weer Nicole en voor de rest niks. Ja, maar live. En staat erachter. In welke groep? Er staat scrapbooking anno nu 11 seconden. En ja, die seconden, dat gaan niet aan. Dat maakt niet en uit. En 1 persoon. Ja, nu. Doen we het wel, ja. Dat is die Naila. Die is nu online. Dat zie ik. In de chat. Zie je het in de chat? En ik zie het dan rechtboven. Ja, dat kan. En linksboven. Die Naila, die heeft een jong poesje gekregen. Snow, ja leuk. Een witje met blauwe, volgens mij waren het blauwe points. Maar ik zei dat een koesje.
Nee, ze lijkt niet op koetje. Is koetje leuker? De koetje is een heel ander soort kat. Ik wil zeggen, is koetje leuker? Ja, vind ik vast wel. Maar dat denk ik denk zij niet. Maar ja. Weet niet. Ze vindt koetje toch alleen maar... Van hoe weet je? Oh, daar ben je. Het is van foto's of filmpjes. Niet plagen. Livestream. Nee, Koetje gaat niet op de livestream. Die zit altijd hier zo. Koetje wordt ook live. Nee. Zo. Ik ben een Koetje, we gaan lopen. Ik laat deze deur even open. Ja. Druk te maken, echt. Nou, Pompom die is weer mee naar boven. Die gaat weer mee computeren. Zit ze weer opgevouwen bij Enzo op schotel hangen. Nou, ze hangen allebei dan gewoon eigenlijk. Als ze maar aandacht krijgen, vindt ze het prima. Zo, oké. Dit is dus wat ik zei, een geweldige manier voor kleine restjes. Nou, ik hoor een geroep. Volgens mij heeft hij er geen zin in. Koetje, ben je er weer? Koetje zo weer beneden. Oké, wat gaan wij doen? Natuurlijk moet daar iets in. U, die gedicht. Hier moeten twee gaatjes in. Oh, dat is helemaal niet zo'n gek plan. Vind ik eigenlijk een heel goed lekker plan. Pak mijn kroken, ik heb hoofdpijn, ook dat nog. Zie je, ik zei het gewoon, ik ben gewoon niet in mijn hum vandaag. Ik krijg mijn koppijn ook. Even kijken, ik leg de tekst leg ik op elkaar. Gewoon omdat het kan. En ik pak het kleine gaatje. En ik wil hem ongeveer, nou in het midden, voor handig als ik even erboven ga staan. Want nou ben ik dus niet in het midden. Zoiets. Zo. Die leg ik weer even weg. Even kijken, zal ik kijken of ik rood kan werken? Dat is misschien ook wel leuk. Ik wou er eens een rood touwtje kleuren, maar als ik een mooi rood kantje heb, een dunne. Dit is niet mooi, dit is meer paarsrood, aubergine. Deze. Vind ik niet mooi genoeg ervoor. Dat is niks. Of gewoon een smal rood lintje. Dat kan natuurlijk ook. Of rood met goud. Heb ik er maar één van. Of organza. Organza is altijd mooi. Organza is altijd mooi. Of hier rood met goud. Zo. Nou, wat zullen we doen? Even kijken. Ik denk dat ik deze gewoon ga doen. Oké, dan knippen we af. Zo. Die draai ik rond. Van achter naar voren. En dan van voor draai door lus. En dan... Ja, ik vind ze wel rafelen. Vouw je ze dubbel. Ik knip je hem zo in. Ik knip
knip hem in een puntje. En dat doe ik expres. Deze lintjes hier rafelen heel erg. Wat ga ik nou doen om het rafelen tegen te gaan? Ik neem een klein beetje lijm. Twee vingers. En knijp ik even de uiteinden in. Zo. Die heb ik niet echt. Waarvoor? Omdat je een klein beetje lijm gebruikt, kan die niet rafelen. Dat is het. Die andere is hetzelfde. Lintje. Even kijken wat er gebeurt. Ik hoor rare geluiden. Oh, dat is boven. Ik dacht dat deze ergens op zat te knagen. Van achter naar voren. Normaal doe ik het van voor naar achter trouwens. Dan krijg je deze V erop. Zo. En ook hier al. Nou, ik kan ze ook in één keer pakken. Ik vouw hem dubbel. En knip ik hem iets schuin af. Oh, deze heeft wel een zwaarder zaadje. Nou, vind ik ook goed. Drupje. Zo. Voilà. Zwaluwstaartje is toch leuker. Dus die leg ik op elkaar. Ik vouw ze dubbel. Zo. Ik pak nog even een drupje. Verdelen. Even erin drukken. Droog transparant op, hè? Zie je niks meer van. Lop dicht. Nou, dan zijn wij er. Zo. Even de troepjes een beetje aan de kant. Dan kan ik mijn pagina erbij pakken. Ik had zoiets van, nou, dit gaat vrij snel. Nee dus. Het is nog anderhalf, wat? Twee uur zelfs. Oké. Okay. Deze, wat hier is dat? Geen idee meer. Oh ja, mijn stans. Dat is mijn stans. Mijn inkt. Die gaat weer daar naartoe. Die gaat er weer op dit. Dit. Die gaat weer naar het bakje. Die gaat naar het bakje. Die gaat aan de kant. Zo. Die erop. Die en die. Hier naartoe. En dan hebben wij een pagina. Die doen we naar beneden. Dit ging in de bellyband. Kijk, dat is toch wel heel leuk. Doen we die dicht. Daarin doen we, kijk, hij is vrij groot. De tekst doen wij beschreven. En dan sluiten we hem af met het boekje. Nou, ga erin. En zo hebben we. Ze moeten ook altijd heen maken. Een superleuke pagina geworden. Het is weer een dikke, dus we moeten wel weer een dunnere pagina als het komt tegenover. En die gaan we doen. Ik denk aanstaande woensdag. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie er weer wat van opgestoken hebben. Ik vind hem erg leuk geworden, zegt die vogel erop. Ja, dan was dat hem. Dankjewel. Doei doei.